volksvertegenwoordigers. Namens 75 betrokken en bezorgde inwoners van Amersfoort doe ik de volgende oproep aan het gemeentebestuur. Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld. Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt, waar we trots op zijn, dreigt in een rap tempo te worden afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden, staan letterlijk in de digitale uitgekoop. Met als label het woord participatie. Zonder visie heeft het college een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen mogen verdurren. Met het risico elkaar daarop te trappen. Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun leefbehoud. Lijfsbehoud. De chaos en paniek op het stadhuis lijkt in ons compleet. De winst van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie met de stad vorm te geven, kent zo alleen verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen 6 weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren en de handen in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de gemeente een verdeel- en heerstactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd door deze schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen. Hebben we niet een overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waar langs belangrijke beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met inwoners worden genomen? Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid zonder enige richting en kaders en met gevolg 2.500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling gewogen zullen gaan worden. Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver zou komen. Het gevoel bestaat dat de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij burgers nu de rotzooi mogen opruimen. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens zoveel miljoenen in rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te vervullen? De provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat de provincie het verkeerd begrepen heeft. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de provincie niet te harte genomen? Nu lijkt er maar één credo te klinken. We moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof de werkelijke problemen en oorzaken daarvan dan zijn opgelost. Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken. Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest. Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken. Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te besluiten over een gewijzigde meerjarenbegroting. Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats van een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers gratis advies op over hoe het beter kan. Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven, van de opgestelde kaders en met de stad. Wij willen graag dat het college van burgemeester en wethouders met de stad in gesprek gaat over een opnieuw in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt. Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden om samen te werken. Wij willen dat het college daarbij geen opdrachtgever is, maar vooralsnog opdrachtnemer van de stad.
En we willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente. En wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden om nieuwe miskleunen in de toekomst te voorkomen. Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt gehouden. Ten slotte, veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing. Een manier van werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te beantwoorden. Die ambitie, dat en dan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse knauw gekregen. Ik kijk toe tot Tango. Tango. Maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt, nu het er echt toe doet, is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen dat verschillende actieve burgers op dit moment zich ernstig beraden op hun deelname aan lopende initiatieven in de kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. De bal ligt bij u, volksvertegenwoordigers van Amersfoort. En ons dringende verzoek is: pak de bal op en ga iets met onze aanbevelingen doen. Als vicevoorzitter van de raad ben ik altijd eigenlijk degene die op het plein dan de manifesten aanneemt. Dus dat wil ik nu ook heel graag doen. Het is een heel helder manifest. Het is heel bijzonder, vind ik, als burgers, 75 burgers, op deze manier actief het contact zoeken met de gemeenteraad en ook graag een reactie willen. En het manifest schreeuwt ook om een reactie. Ik denk dat alle fracties en alle gemeenteraadsleden hier heel graag een reactie op willen geven. Alleen, we kunnen nu nog niet bepalen hoe we dat moeten gaan doen en wat het beste moment is om een reactie te geven op dit manifest. We hebben het natuurlijk ook nog niet van tevoren kunnen lezen, maar hebt u een kopie voor de gemeenteraadsleden? Ja, voor iedereen. Goed, dan wil ik u vragen of u dit dan ook wilt uitdelen, niet alleen overhandigen aan mij, maar uitdelen aan alle gemeenteraadsleden. En wellicht kunnen we informeel ook een beetje een eerste reactie geven. En we moeten zelf als gemeenteraadsleden als fracties ons beraden op de beste manier om hier nu in de toekomst een reactie op te geven. Want een reactie verdient u zeker. Dank u wel.